Persoonlijk ben ik eigenlijk altijd iemand geweest die dacht van hoezo, er wordt gepest. Allee, toch allemaal leuke mensen. Maar nu met Switch valt het mij eigenlijk op van hoeveel dingen dat er eigenlijk wel gebeuren. Ik denk dat iedereen niet per se zelf gepest is geweest, maar wel iemand kent die dat heeft meegemaakt. Ja? Ik zit in het zesde middelbaar op HDC en ik ben de voorzitter van Switch. Switchers, dat zijn leerlingen van het zesde jaar hier uit onze school, die opgeleid zijn bij het begin van het schooljaar om bemiddeling te doen tussen leerlingen op school die ruzie hebben met elkaar, in problemen zijn met elkaar of waar eventueel gepest wordt tussen leerlingen. Voor ons is het gewoon belangrijk dat jullie elk jullie verhaal kwijt kunnen. Het is niet de bedoeling dat jullie er na dit gesprek, allee, dat zou leuk zijn, maar dat moet niet dat jullie als beste vrienden naar buiten lopen. Bij de conflictbemiddeling nodigen we altijd de leerlingen uit. We proberen daar zo neutraal mogelijk in te zijn. Bij ons is er geen schuldige, het zijn gewoon twee mensen met een probleem. We proberen toch dat de oplossing voornamelijk uit hun komt, zodat zij dan verder kunnen gaan en dat er minder problemen zijn in hun verdere schooljaar. Oké. Wat is jouw kant van het verhaal? Ik denk wel dat we de meeste situaties te baas kunnen met wat we geleerd hebben op het opleidingsweekend. Wij pakken ook geen ernstige pestsituaties aan. Het gaat meestal over kleine conflicten waar dat we wel voldoende voor zijn opgeleid. Na opleiding zijn die echt heel goed in staat om heel goede bemiddelingsgesprekken te voeren. Dus wij geloven ook wel in de kracht van leerlingen op dat vlak. We spreken met hen ook over privacy, over hoe ga je met moeilijke situaties om. En we geven hen ook altijd het vangnet, als ze dat zelf niet meer aankunnen, bij ons terecht te kunnen. Want we zijn ook met een groep leerkrachten die dit ondersteunen. En die eigenlijk klaarstaan wanneer leerlingen ergens vastlopen of het zelf niet meer goed weten, dan kunnen ze ook bij ons terecht. Dus dat is ook hun vangnet, dat is ook wel belangrijk. Ja. Jij knikt heel erg uitbundig, ja. Ik ben ook meter van een klas, zodat binnen elke klas altijd een aanspreekpunt is. Je kunt ook altijd naar mij komen of naar een van de andere meters of meters als je toch vragen stelt bij oei, zou ik dit wel doen of niet. Onze meters en peters zijn al 3 of 4 keer in de klas gaan babbelen over Switch en zo. Dus je kent die wel best goed. Ik denk dat iedereen van mijn klas die ook wel goed kent. Ik denk dat we voor wel wat leerlingen een verschil maken. Niet per se dat hun leven door ons is veranderd, maar gewoon een leerling die dat eerst zich oncomfortabel voelde in de klas omdat de buur dingen had gezegd die niet leuk waren. Denk je dat voor zo'n leerling het wel gewoon het terug comfortabel kunnen zijn in de klas op school doet voor hun veel. En doordat wij de kleine probleempjes kunnen helpen, wordt het toch een beetje aangenamer. Vroeger deden de leerkrachten natuurlijk dit soort van gesprekken wanneer problemen zich voordeden. Maar we hebben gemerkt, wanneer leerlingen dat gaan doen, dat een veel lagere drempel is voor leerlingen om hulp te vragen. Ja, dat geeft wel een geruststellend gevoel, omdat je kunt daar beter mee babbelen en openlijker over zijn dan een leerkracht. Ik merk ook aan mezelf dat ik in conflicten zelf anders sta. Dat ik eerder geneigd ben om het op andere manieren aan te pakken, om zo te voorkomen. Dus ik denk dat dat wel zeker iets is dat ik kan meenemen naar mijn verder verloop van mijn leven.